actiegroep geeft 19 standbeelden een blinddoek. Scouts uit de regio strijden voor plek in landelijke wedstrijd. En Tijmen neemt afscheid als kinderburgemeester van Overbetuwe. Geen grote protestmars of een snelwegblokkade, maar standbeelden blinddoeken. Klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft zondagochtend liefst 25 hoofden van 19 standbeelden geblinddoekt in Beek-Ubbergen en Nijmegen en vraagt op deze manier aandacht voor de klimaattoestand. Het blinddoeken van standbeelden gebeurt niet alleen in Nijmegen, maar ook in 15 andere Nederlandse steden. En wereldwijd in onder meer Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Ja, het is gestart vanuit Scientist Rebellion, de wetenschappelijke tak van Extinction Rebellion zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. Een paar weken geleden is er een nieuw rapport van het klimaatpanel van de VN verschenen. Ja, eigenlijk bleef het ijselijk stil. Dus zij dachten, ja, hoe kan het nou? Hier zijn alle bewijzen, waarom gebeurt er niks? Ja, zij zijn toen begonnen om standbeelden te blinddoeken. Eigenlijk om te laten zien van, hey, kennelijk ontgaat jullie van alles. Werp die blinddoek af, kom in actie. Ja, en dat hebben wij overgenomen. Extinction Rebellion Nijmegen voert deze actie voor de derde keer in korte tijd uit. Zo kreeg vorige week het gezicht van Nijmegen een blinddoek om. De week ervoor moest het standbeeld van Marieke van Nimwegen eraan geloven. Nu is het de beurt aan standbeelden op onder meer het Hertogplein, Stationsplein en de Wedren. We staan hier bij het monument voor de Vierdaagse. Afgelopen zomer is de eerste dag is afgeblazen vanwege te hoge temperaturen. Maar mag je een standbeeld zomaar blinddoeken? Ja, goede vraag. Als je kijkt waarom we het doen, mag het wel. Kijk, er is een heftige klimaatcrisis in opkomst. We moeten nu iets doen en dat kan ook nog. We kunnen dingen veranderen. Met dat doel voor ogen is dit een kleine, ludieke, baldadige actie misschien. Het is een beetje voor eigen rechter spelen natuurlijk. We spelen niet voor eigen rechter. We klagen niemand aan. We veroordelen geen mensen. We wijzen alleen erop wat er moet gebeuren. De actiegroep hoopt dat de regering haar blinddoek afdoet en onmiddellijk klimaatmaatregelen neemt. Ja, alsjeblieft. Ja, luister. Dat is waarom we het doen. Het is zondagochtend op dit moment. Ik was liever thuis geweest bij mijn gezin. Ja, ook het standbeeld De Blauwe Diender bij het politiebureau kreeg zondagochtend een blinddoek. Deze werd al vrij snel verwijderd. Een woordvoerder van de gemeente Nijmegen laat weten dat de toezichthouders van de gemeente de overige blinddoeken in de stad zullen verwijderen. Tenten bouwen, knopen leggen, je eigen eten koken en vooral goed samenwerken. Dat waren de taken van zo'n 200 scouts tussen de 11 en 15 jaar. Afgelopen weekend vond in Overasselt de RSW plaats, de regionale scoutingwedstrijden. Scouts uit de hele regio streden hier om een plaats in de LSW, de landelijke scoutingwedstrijden. Jullie zijn nu op de RSW en RSW is een regionale scoutingwedstrijd waarin alle scoutinggroepen uit de regio samen zeg maar een spel spelen, tenten bouwen, kampen bouwen, koken, een hike lopen en op die manier kijken we wie de beste patrouille is en die mag naar de landelijke scoutingwedstrijden. Ze krijgen nu 2 uur de tijd om hun kamp op te bouwen en we kijken dan of ze goed kunnen samenwerken, of het gezellig is in de patrouille, of ze de rollen goed verdeeld hebben. Wat ben je aan het doen? Wij zijn de tent aan het opzetten. Okay. En ga je ook in die tent slapen? Ja. Hey, en lukt het een beetje? Nou, niet helemaal. Nee, hij gaat niet door het gaatje heen. Hij gaat niet door het gaatje heen. Hey, en wat is nou jouw tactiek om dadelijk door te gaan in de top 5 naar het landelijke event? Gezellig hebben. Gezellig hebben is het belangrijkste. Zeker. Ja, en niet zo snel mogelijk het gaatje gevonden hebben. Nee, maar dat lukt niet. Wat doet de scouting normaal gesproken? De scouting doet eigenlijk wat we hier eigenlijk het hele weekend doen. Dus dat is kamp opbouwen, keukens bouwen, pionieren. Dus van hout maken we onze eigen keuken.
En we doen allerlei spellen om eigenlijk langzamerhand dingen zelfstandig te kunnen. Dus in het begin kan je nog niet zo goed knopen, maar we leren dus langzaam hoe je beter kan knopen. Of je kan nog niet zo goed koken. Maar deze jongens, die kunnen gewoon aan het einde van de scoutingcarrière gewoon een fatsoenlijke maaltijd neerzetten. En niet alleen maar een eitje bakken. Wat is nou de truc van een goede knoop? Nou, je moet het hier goed strak aantrekken. Dat noem je woelen. Dan is het extra strak en dan blijft het goed eraan. Want je moet hier echt, dit is een tafel, dan moet je goed aan kunnen eten. En vertel, jij bent jurylid. Waar let je nou op? Ik let in ieder geval op het gebruik van de materialen, de samenwerking. Ja, of ze alles netjes bij elkaar hebben liggen. Op dit moment zijn ze bezig met de kampopbouw. En we letten natuurlijk op andere dingen dan als ze bijvoorbeeld aan het koken zijn. We letten ook op hygiëne en dergelijke, veiligheid. Wat is er nou zo leuk aan zo'n weekend? Gewoon met z'n allen bezig zijn, elkaar ontmoeten, elkaar herkennen van school. Van, goh, zit je ook bij scouting? Eigenlijk is het heel erg leuk, hè? En op die manier gewoon met z'n allen gewoon bezig zijn. En de hele dag buiten zijn, met allemaal leuke dingen doen. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Gemeente Overbetuwe zoekt een nieuwe kinderburgemeester, nu de termijn van Tijmen er bijna op zit. We blikken met hem terug op het afgelopen jaar. Kasteel Wijchen is genomineerd voor meest romantische kasteel van Nederland. Het initiatief voor deze publieksprijs is van Stichting Dag van het Kasteel en de Vriendenloterij. Het kasteel dat de meeste stemmen krijgt, wint een prijs van €15.000. Ook de stemmers maken kans op een prijs, namelijk een kasteelovernachting inclusief diner voor twee personen. Stemmen kan nog tot 1 mei op kastelenverkiezingen.nl. De winnaar wordt op het winnende kasteel bekendgemaakt tijdens de Dag van het Kasteel op maandag 29 mei. Ook wordt die dag de publiekswinnaar bekendgemaakt. Kasteel Herne staat overigens niet in de lijst. De hockeysters van NMHC hebben zich gekroond tot kampioen van de overgangsklasse B na een klinkende overwinning met 5-1 op HOD uit Valkenswaard. Hierdoor keert de ploeg van coaches Bas de Van der Schuren en Erik Jazet na een jaar alweer terug naar de promotieklasse, het tweede niveau. In 2017 kwam de ploeg nog uit in de hoofdklasse. De 11-jarige Tijmen Wien heeft het afgelopen schooljaar een belangrijke functie mogen bekleden. Hij was namelijk de kinderburgemeester van de gemeente Overbetuwe. Maar zijn termijn zit er al bijna op en de gemeente is alweer op zoek naar een opvolger. Tijd om eens met Tijmen terug te blikken op het afgelopen jaar. In het bestuur van de gemeente zit natuurlijk ook de burgemeester, maar er wonen ook kinderen in gemeente Overbetuwe. En om die een stem te geven, wordt er een kinderburgemeester aangewezen. Nou, afgelopen jaar was dat de 11-jarige Tijmen uit groep 8. Zijn tijd is er bijna op, dus ik ga aan hem vragen hoe hij terugblikt op het afgelopen jaar. Hi Tijmen. Hoi. Hoi. Nou, wat leuk dat je vandaag kon afspreken. Ja. Hoe was het om een kinderburgemeester te zijn? Nou, ik ben nu ongeveer al een jaar kinderburgemeester. En het was heel leuk om deze mooie ervaring mee te mogen maken. Want je staat op een plek waar je anders nooit zo snel kan staan. Je staat bijvoorbeeld met Sinterklaas sta je vooraan. En met de polerdenking, ja, daar kom je ook niet zo snel. Dus ik heb hele mooie dingen en leuke dingen mogen doen. Zit je dan ook vaak in het gemeentehuis? Ja, ik ben wel regelmatig in het gemeentehuis. Soms niet als ik iets moet doen. Bijvoorbeeld dan moeten we gewoon in één keer daarheen rijden. Maar soms heb je ook wel eens bijvoorbeeld een tussentijdsgesprek over je jaar. En dan moet je ook, dan ga je naar het gemeentehuis en dan zit je daar in een kamertje en dan praat je daarover. Oké. Nou, laten wij zo meteen ook nog even in het gemeentehuis gaan zitten. Is goed. Nou, we zitten nu in het gemeentehuis, een soort van jouw werkplek nog. Ik vroeg me nog af, hè, wat was ook weer de reden dat jij bent verkozen tot kinderburgemeester? Ik had twee speerpunten en mijn eerste speerpunt was om samen buiten. En daar bedoel ik mee, het maakt niet uit welk land je komt, welke huidskleur je hebt, of je arm of rijk bent, maar dat we gewoon samen buiten kunnen spelen en dat daarin geen verschil moet zijn.
En mijn andere speerpunt was om jong en oud samen te brengen. Want in mijn dorp Oosterhout heb ik heel veel dat ouderen binnen zitten. Maar het is ook leuk als die naar buiten komen. En ik heb ook jongeren die binnen zitten. En als die twee nou bijvoorbeeld samen iets gaan doen, komen ze allebei naar buiten en dan heb je twee vliegen in één klap. Kinderen uit Overbetuwe die ook kinderburgemeester willen worden, kunnen zich voor 21 april inschrijven op overbetuwe.nl/kinderburgemeester. Ja, en dan kijken we weer even naar de sociale media. Gemeente Wijchen meldt dat vandaag de werkzaamheden beginnen aan de parkeergarage bij station Wijchen. Er worden scheuren in het parkeerdek gerepareerd, waardoor telkens een deel van de garage is afgesloten. Rond 12 mei moeten de werkzaamheden klaar zijn. Het magazine Fox meldt op Instagram dat de roeivereniging Valkas inmiddels de sleutel heeft gekregen van een nieuwe thuisbasis aan de Spiegelwaal. Het botenhuis, zoals de locatie heet, zit in een ruimte onder de Waalbrug. De echte verhuizing wordt nog even uitgesteld vanwege problemen met het stroomnetwerk. En de Nijmegen Noordrun kijkt met een aantal foto's op Facebook tevreden terug op de editie van afgelopen weekend. De hardloopwedstrijd vond zondag plaats en bestond onder meer uit 2 afstanden voor volwassenen en een kidsrun van 1 kilometer. Zondag was het dan zover, Derby Day, oftewel NEC tegen Vitesse. Het hele jaar keken supporters hier al naar uit. Vitesse staat onder NEC en heeft de punten hard nodig om zich veilig te spelen. NEC moest winnen om zich te houden op een play-off plek. Maar het werd een dramatische middag voor de Nijmegenaren. Al snel kwam Vitesse op voorsprong en door geblunder van keeper Jasper Sillissen werd het al snel 0-2 voor de Arnhemmers. Het werd nog erger voor de ploeg van Rogier Meijer. En uiteindelijk werd de eindstand 1-4 voor Vitesse. Een droom voor de Nijmeegse club. NEC lijkt nu klaar te zijn in de competitie. Het is veilig, maar een play-off plek lijkt er niet meer in te zitten. Ja, het was vandaag lekker weer, 14 graden met een zonnetje. In de loop van de middag kwamen hier en daar wel wat wolkenvelden bij. Morgen is dat niet veel anders. De dag begint zonnig en fris. Al komen er ook enkele wolkenvelden voor. Tijdens de middag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft overal droog met temperaturen tussen de 12 en 15 graden. Door de noordoostenwind kan het soms iets frisser aanvoelen. Woensdag wordt het ook zonnig, zo'n 17 graden. Het voelt dan lenteachtig aan, maar vergeet je niet in te smeren. De onbeschermde huid kan half april al binnen 30 tot 60 minuten verbranden. Donderdag slaat het weer soms even om. Het wordt al frisser en de kans op een bui stijgt. Vanaf vrijdag gaan de temperaturen weer omhoog. En dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meeste actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar de streken. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!